Een trein van 148 aluminium caravans is in Amsterdam aangekomen en neergestreken op een kampeerplaats in het Amsterdamse bos. De caravans zijn van hetzelfde type als waarin de eerste Apollo-maanreizigers in quarantaine zijn geweest. De ruim 300 Amerikanen hebben van alles bij zich om de landen die zij bezoeken beter te leren kennen. Het zijn vrijwel allen gepensioneerden in goede doen, die op een andere manier dan de vaak gebruikelijke 24 uur per land Europa willen bezoeken. Maar die dan in ieder geval wel over alle comfort willen beschikken dat ze in God's own country ook al hebben. Zoals ijskast, afwasmachine, airconditioning, televisie, stereoradio en bad en douche. Vanuit Amsterdam bezochten velen natuurlijk de bekende toeristencentra als Volendam en Alkmaar. Maar er waren er ook die de duiven op de Dam gingen voeren. Zoals ze dat waarschijnlijk ook deden op het San Marcoplein in Venetië. Zo zijn ze een half jaar lang door 10 Europese landen getrokken, waarna ze tenslotte via Den Haag en Antwerpen weer scheep zijn gegaan naar Amerika.